uit? Nou, wat eruit blijkt is dat hij heeft dus veelvuldig contact met Siewert van Liende. Waarbij ik moet vooral zeggen dat Siewert van Liende veelvuldig contact had met Hugo de Jonge. Zocht. En Hugo de Jonge af en toe eens reageerde. Het was vrij pijnlijk hoe die berichten eruit zagen. Maar goed, er was wel degelijk contact. En we zagen ook dat Hugo de Jonge toch zeker wel ook in zijn eigen organisatie af en toe aandrong op, nou ja, knuffelen. Nou, daar komen we zo wel even op. Eén ding wat politiek echt saillant is, wat ik eruit wil lichten, is als we kijken naar 9 juni vorig jaar, dan waren de Kamervragen van Atje Kuiken, die zat gisteren hier. En toen zei Hugo de Jonge in de reactie: met de inhoud van de overeenkomst was ik niet bekend. Bij de besluitvorming ben ik niet betrokken geweest. Dat zei hij over de deal met Siewert van Liende. Nou, dan pakken we even één appje van een ambtenaar van vandaag erbij. Hier, Hugo, misschien ten overvloede, Siewert van Liende doet mee aan het LCH, dat is dat Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Wij tekenen een contract voor maximaal 40 miljoen mondkapjes. Dit appje is van 25 april. Ja, dus hij wist wel degelijk van die deal. Ja, en dan ga je, ja, weet je, hij zegt dan niet betrokken geweest. Dan krijg je een semantische discussie. Ja, hij heeft niet gezegd, teken nu hier dat document. Hè? Dat heeft hij niet gedaan. Maar ja, hij wist ervan. Hij wist dat de deal gesloten werd. En hij heeft de contacten gelegd. Ben je dan betrokken of niet? Ik denk dat die discussie morgen nog even gevoerd moet worden. Precies. Wat betekent dat nou? Dus je verwacht dat daar pittige vragen over gesteld zullen worden morgen. Ja, en als je dan kijkt naar hoe het tot stand is gekomen, hè, want dat is natuurlijk ook een vorm van betrokkenheid. Nou, dan zien we hier bijvoorbeeld een appje dat een ambtenaar stuurt naar de minister Hugo. Op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen met Siewert. Dat is bijna een dagtaak. Nou, je kan er al een mening over hebben wat het betekent dat in de grootste gezondheidscrisis aller tijden een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid een dagtaak heeft aan Siewert van Liende. Is al best vreemd, kan je concluderen. Maar ja, dan zie je wel op het verzoek dus van Hugo de Jonge is men gaan knuffelen met Siewert van Liende. En daar is uiteindelijk die deal uit voortgekomen. Is dat betrokkenheid of niet? Ja, dat is lastig. Wat Hugo de Jonge vandaag zei in een brief aan de Tweede Kamer is dat hij dit allemaal eerder naar buiten had moeten brengen. Maar hij blijft erbij dat hij niet verantwoordelijk en niet betrokken is geweest voor die deal van 100 miljoen euro met van Liende. Want welk gevoel hou jij over?